Volbeat, Sadman's Tong. Geweldig nummer, overigens. Door alles en iedereen gecoverd. Onder andere ook door de gasten van Canvas, Leon. Ja, kunnen die dat hebben, ook? Ja, die spelen dat ook. En, en daar heet het Dubbele Lulle Tong. Dubbele Tong. Dubbele Tong. Dubbele Lulle Tong. Zo heet die daar. Ja, geweldig nummer. En zij hebben daar ook een... ja, dat is echt een geweldige versie. Een beetje heimwee naar die feestjes bij NAC. Ja, en heimwee naar Canvas af en toe, hè. Heerlijke muziek. Hey, ik knal even de favoriete jingle van Sander erin. Ja. Hoppatee. NAKPRAAT Grabbelton Nieuws. Ja, NAK is op zoek naar een nieuwe opperhoofd voetbal. Want die hebben we niet meer. Na het vertrek van Hubert Baarle. Hubert, ik las hier ergens. Ik ben eigenlijk nergens trots op wat ik bij NAK heb bereikt. Baardemans, die is vertrokken bij NAK inderdaad. En die zetel is nog steeds vrij. De John Peek doet het wel, maar die heeft dus net zoveel verstand voetballen als wij hier met z'n drie bij elkaar ook niet. Dus ze zoeken nog iemand. Nou, Bram! Ja, ik heb bij deze zoek een open sollicitatie. Oh, ik heb, dames en heren, we gaan even luisteren naar de open sollicitatie van ja, Bram van Doren. Ik heb totaal geen verstand van voetbal. Ik speel al 2 jaar in de vijfde klasse reserve op zaterdag bij VVV de Gunners. Ah, wij hebben geen looplijnen, wij hebben een selectie op kwaliteit derde helft. Ik denk dat er één iemand nu opveert. Onze NAC-kenner alle tijden, die denkt van ja, aangenomen, dat hebben we bij de Gunners. Ja, wij hebben geen looplijnen, we doen selectie op kwaliteit in de derde helft. Dus nou, ik denk dat ik die positie prima kan bekleden. Nou, ja, bel netjes. Maar Justin. Ik hoor het voor Justin, heb je het meegeluisterd? Gewoon even bellen, Bram van Doren. En het nummer is ook via de redactie verkrijgbaar. En wij geven vast wel even een voorzetje. Ja, dat is mooi. Ja. Werkt Plusje bij jou ook als klitterband of niet? Jij kan er wel af als je eraf wil. Ja, ik draag gewoon normale spijkerbroeken en geen ribbroeken. Dus voor mij komt het helemaal goed. Wil jij ook net zoals Dre Lips een afscheidsreceptie als je ermee stopt? Die wacht er nog steeds op. Ja, dat weet ik niet. Is dat mijn gratis bier? Ja, nou, voor mij gratis dat bier? Dat ligt eraan of je een bonnenboekje hebt. Ja, ik wou een bonnenboekje noemen. Ja. Ja, en als je dat dan hebt, moet je daarmee zwaaien. Ja, als jullie die van mij kunnen regelen, dan wil ik een afscheid. Voorop in de Polonaise lopen, met een bonnenboekje zwaaiend. Ja, meneer Lips is nog steeds aan het wachten. Mooie goed cultuur. Ja. NAKPRAAT Grabbelton Nieuws. Ja, ik toch weer even een tegenstrijdig bericht, als ik dat mag zeggen. We schakelen nu over op een 4-4-2, maar we gaan toch weer op zoek naar een speler voor 4-3-3. Oh ja. Kan iemand het nog volgen? Ja, nee, de 4-4-2 is een noodgreep. Kijk, het 5-jaren-plan van Smulders, daarin staat dat je met NAK 4-3-3 gaat spelen. Ja, maar stel nou, Bram, dat het werkt 4-4-2. Ja, dan nog. Oh. Gaan we terug naar 4-3-3 en dan ga je daar een selectie op aanpassen. Zeker weten? 100%. Nee, stel, ik ga even, Leon, stel. Advocaat van de duivel. Ja, ik ga even dromen. Over wie hebben we het even voor de duidelijkheid? Dat doen we dadelijk. Okay. Ik ga even dromen. Oh, 4-4-2 en we spelen tot het einde van het seizoen, inclusief de nacompetitie, de pannen van het dak. Ja. En we promoveren met 2 vingers in onze neus. Dan gaan wij 4-3-3 spelen. Toch? Ja. Maar dan heb je wel een plaats voor je kop, of niet? Ja, nee, kijk, je neemt afscheid van de helft van de selectie. Ja, dat is ook wel weer zo. Vorige maandag heb ik het blaadje van Smulders gezien met de aflopende contracten. Er waren aardig wat namen geel. Ja, er was nog geen halve selectie meer over. Nou ja, ze hebben heel duidelijk gezegd dat ze met NAC 4-3 willen gaan spelen. Omdat dan de veldbezetting het beste is. En als je de goede spelers hebt, dan gaat het uiteindelijk om. Ja. Dat je het mooiste voetbal en het aanvallend voetbal kan spelen. Met de meeste pressie en de looplijnen en van alles en nog wat. Ik heb geen verstand van voetbal, dat zei ik net. Ah, dat mag niet. Kijk, die stijl heb je. Die wordt vanaf de jeugd af ingevoerd. Je probeert je eigen mensen daarin op te leiden. Daar valt op zich wel wat te zeggen. Ik kan het zeggen, dat is wel logisch. Ik vind het zo geneuzel of je nou... Kijk, die gasten kan je met alle reserves het veld opsturen. Maar van VVV had je echt niet gewonnen, hoor. Nee. Had je 8-1-1 gespeeld. Het maakt geen reet uit, want ze hebben gewoon de motivatie niet. Nee, klopt. Dat is ook zo. Op de rat schreef ook iemand van, het maakt eigenlijk niet uit welk systeem. Als er maar geknokt wordt. Ja. Over welke speler hebben we het eigenlijk? Want dat hebben we nog steeds niet gehad. Over wie gaat het? Ja, nou, ik noem hem even op. Dit gaat over Daryl van Michum. Ah, mooi naam. En die komt van? Excelsior. Dat is een 26-jarige linksbuiten. Hè. Dat staat even aan. En daar heeft hij zijn basisplaats na de winterstop heeft hij die verloren. Dus hij komt even in het pitcher. Wat nu weer opvalt, dat zal aan mij liggen. Oh. Uit wiens koker komt hij? Ja, dit is weer Dijkhuis, hè? Ja, maar volgens mij willen we nou weer net af van dat een trainer komt en die haalt zijn eigen spelletjes. Daar is die Smulders toch voor? Ja, ja.
Ja, dat zal ongetwijfeld in overleg gaan. Of gaat Smulders dan zeggen, ah, maar die ken ik al jaren, die heb ik al jaren zien spelen. Dat is een goeie spulletje. Dat is een spulletje, die heb ik al jaren zien spelen in Eindhoven. Hoe zeggen ze dat? Eindhoven, man, Eindhoven de gekste man, die heb ik al zien spelen in Eindhoven. Is dat het? Nee, ik begrijp het niet. Maar goed, het zal wel. Daryl van Michum, die willen wij dus hebben. Ja, linksbuiten. Ongetwijfeld. Ja, maar even, als NAC niet promoveert, komt hij dus gewoon niet. Nee. Goed, volgende. Dat Leon. Is duidelijk. NAKpraat grabbelt om nieuws. Ja, er is, die naam heb ik heel lang op geoefend toen ik de spelerspresentatie moest doen. En toen deed ik het allemaal heel moeilijk, maar ik kan hem nog steeds Isaac Simakambu. Zo, Simakambu. Dat lukt me heel makkelijk. Ik weet nog dat je daar weken op geoefend hebt. Heb weken opgeoefend dat ik wilde het per se niet fout doen. Dan kijk maar alles of het gewoon heel een flatje van de Isaac Simakambu, dat is helemaal geen probleem. En die gaat naar Molde. Molde. Is dat België of zo? Ja, ja. Dat is het verleden tijd van Mol. Ja, ik molde. Ik molde die fiets, jongen. Ik heb hem helemaal gemoeld. Dat ligt dus in Noorwegen. Maar daar was nou toch winter, of niet? Of, nou ja. Ja, dat was de Oegandese zweet. Ja, dat vind ik ook zo mooi. Een zwetende Oegandese. Een Oegandese zweet. Ja, jongens. Laten we niet te lang stilstaan bij die gozer. Die heeft een half jaar voor ons gespeeld. Ho, wacht even. Het was een goeie, hè? Ik vond het een goede voetballer. Ja, van het hele tropische selectie. Was hij de beste? Van ja, al maar die, dat is ook niet zo lastig. Als hij je veters kan strikken, dan heb je die titel al snel te pakken, denk ik. Ja, van al die etters die... Ja, maar ook nog Jamczewski. Die had ook nog, ken je nog? Ken ja, die heeft die goed geld verdiend voor precies niks. Die komt precies niks. Nee, maar goed, hij gaat dus naar Molde. Ja. Ja, want hij heeft een heel reisje ondergaan. Hij is naar Derby County gegaan. Ja. Heeft hij ook, ja, daar heeft hij niet veel aan de bakken kunnen. Maar in Noorwegen hoopt hij weer een beetje zijn... Zijn carrière weer een beetje in de boost te krijgen. Ja, Isaac, veel succes. Ik denk dat gaat hem wel lukken, denk ik. Want het is echt een getalenteerde jongen. NAKpraat, Grabbelton nieuws. Ja, en we hadden het zojuist al over. Onze Marinus heeft sorry gezegd tegen onze Vlatko. Ja, sorry, zeet hij. Ja. Sorry. Ja, sorry. Hoe zeggen ze dat in het Westland? In Westland, ja, ik weet niet hoe het Westland sorry klinkt. Het gaat zo raar, ik weet het niet. Ja, dan moet ik even aan Jaap vragen. Gaan we eens een keer, Jaap van Vagé, die kennen we allemaal, hè. Die, oh ja, Jaap van Ende. Ja, die weet dat precies. Dan gaan we Jaap een keer vragen, hoe zeg je dat? Ja, dat is een mooie vent, die ken je wel. Ja. Zijn dochter kennen wij ook heel goed. Oh ja, leuk meid. Hé, de volgende. Ja, dat is genoeg. NAKpraat, Grabbelton nieuws. Ja, dat gaat over de andere knelbokaal. Ik ga nu even, Leon, die weet er meer van. Ja, inderdaad. Andere Knelbokaal. We hebben natuurlijk de thuiswedstrijd van NAC. Andere Knelbokaal, Sparta gaat dat natuurlijk over. Hè? Ja. Elke twee keer per seizoen spelen we tegen Sparta als we in dezelfde divisie zitten. Nou, de thuiswedstrijd van NAC was daar geen plaats voor. Uitwedstrijd bij Sparta daarentegen wel. Dus daar gaat weer een andere Knelbokaal plaatsvinden. Mogen we op het hoofdveld? Ja, dat is leuk. Kijk, dat is heel leuk. Ik heb ooit dezelfde wedstrijd, dezelfde andere Knelbokaal, ooit een keer ook op het kasteel gespeeld. Oude kasteel nog, ja. Op echt gras, met Frank Maas in de goal. Legendarisch. Daar gaan wij naar langs. Ja, toen hij nog in vorm was. Ja, grote vorm. Hij verkeerde in grootste vorm. Onze. De Ronde van Breda, hè, onze Frank. En, en nu mag het weer op het hoofdveld. Dus dat is heel leuk. Dat is een van de spaarzame voordelen van kunstgras. Ja. Verder niet meer doen, dat kunstgras. Ja, nee, precies. Twee keer 30 minuten zal die wedstrijd duren. Dat is meer dan genoeg. Begint om 17:15. Oei, dat is net op tijd klaar om plaats te maken voor de grote jongens. Ja. Maar zetten ze de kasteelzijde van het stadion zetten ze open. Hè. Toegang via de Bosselaar. Ik heb geen flauw idee wat het is. Komen we daar wel achter. Maar gratis toegang. En, als ze maar bier hebben. Ik denk dat dit gewoon in gaat houden dat we gewoon met een... vrij vervoer, denk ik. Ja, vrij vervoer. Die gasten zijn bij ons ook pas hartstikke gezellig. Dat is waar. Ja, dat lijkt me... Dus we gaan lekker bier drinken op Spangen. Ze kunnen geen kampioen worden. Dat wilde ik eigenlijk net vragen. Nee, volgens mij niet. Nee. Ja, daar ligt er al een punt in. Nee, maar je hebt ook VVV nog. Als we in dit tempo doorgaan, ik heb het voor uitgerekend. Volgens mij twee wedstrijden na de NAC. Dus volgens mij tegen Jong Ajax kunnen zij kampioen worden. Ik vind het nooit zo prettig als dit tempo doorgaan. Tegenstanders tegen NAC kampioen worden. Ik had toen ook tegen Twente ook enorm veel last van. Daar hebben wij een abonnement op, hè? Ja, gelukkig daarna komen de like uit de kast, dan gaat de club gewoon naar de klote. Oh ja, dus, komt vast wel iets boven. Kan je dat vastgraven? NAKpraat, Grabbelton nieuws. Ja, ik las dit en denk, wat heeft die jongen gedaan? Evander Snow verdacht van poging tot doodslag. Dan heeft hij een vlieg doodgeslagen of zo. Hij dacht dat hij Evander Holyfield was of zo.
Maar moet ik dit serieus nemen? Of wat is nou, het? Hij noemt het... Ja, dat was ergens bij een opstootje. Bij, oh. Bij een uitgaanstoestand ergens in Amsterdam of zo. Nou ja, hij zegt dat het zelf een beetje wat overdreven is. Hij zegt van ja, er was een opstootje waar kennissen van mij waren bij betrokken. En ik wil dat een beetje sussen. Van, jongens, kom maar aan, weer een beetje feesten. Maar op een gegeven moment werd hij, kreeg hij een klap van zijn kop. En ja, toen ja, heeft dus, hij zich verdedigd. Ivan was een beetje de pacemaker van de ruzie. Met zijn blauwe helm. Ivan op zijn Breda's gezegd. Heeft iemand op zijn bakjes geslagen, ja? Ja, nou heeft iemand geschud die op onder, tegen zijn benen geschopt, naar vooruit. Maar hij zegt, hij ontkent dat zelf. Er riep maar, iemand tegen hem, schupt hem! Schupt hem, jongen, schupt. En snow. Toen, ja, goed. Ja, nee, inderdaad. Nou ja, laten we dat maar bijhouden. Ja. Nakpraat, Grabbelton nieuws. Hier volgt de echo van de bovenbeenbreuk van... Lichte kneuzing, 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 sorry. Geweldige tekst, vond ik dat ook. Dus. Ik weet niet of mensen meer door... Sommige mensen hebben hem denken dat we niet door. Nee. Denken dat de typfout... Dat hij drie gekneusd is of zo. Dat is toch een zwaar gekneusd, jongen. Dat kent toch niet. Ja, dat is een lichte kneuzing van het bovenbeen van Danny Verbeek. Ja, het is maar licht, hoor. Ja. Is hij morgen... Maar Danny heeft wel een hele hoge pijngrens. Hier liggen nog een stem. Hij zit hij morgen bij de selectie? Hij heeft trouwens, naar verluid heeft hij ook nog steeds verrekte stembanden. Zullen we ophouden? Ja, dat vind ik niet leuk, jongens. Jullie zo met praten. Nee, hij komt hier ook niet meer voor een interview nou, hè? Nee, nou is het echt helemaal... Dan moeten we al die microfoons weer gaan aanpassen. Maar naar verluid mag hij de show... Hij draait die fresche papagaai. Ja, maar... Hij kan er wel in gaan zingen, ja. Goed zo. Maar hij mag in ieder geval weer gewoon meedoen tegen Achilles. Maar vermoedelijk begint hij er wel op de bank. Maar dat gaat om de bekende reden natuurlijk, hè. Ja, dus, ja het 4-4-2 systeem, hè. Nou, hij kan er geen reet van, dat is de reden. iets over Fortuna. Ja. Nakpraat, Grabbelton nieuws. Gelukkig, Nak wordt geen 6 punten afgepakt. Die mogen we houden, want Fortuna zit uit. Jee, mag het seizoen afmaken. Dat is leuk voor ons en leuk voor Fortuna. Ja, heel goed voor ons, want anders duikelen we in één keer naar de middenmoot. En dat is mogen dus blijven bestaan. Dus dat is wel goed nieuws voor de Limburgers. Ja, ja, klasse. Moest dinsdag het goud. Ze hebben een gapend gat. Een hapend gat. Oh nee, dat is serieus. Een hapend gat. Hoeveel moeten ze nog hebben? 8 ton? Maar ja, bleek dat er al 8 ton was binnengehaald. Ja, inderdaad. Ze moeten nog 1 tonnetje hebben. Oh, dat lukt wel. Misschien het tonnetje. Wie wou zeggen, wij hebben nu wel een tonnetje. Die was te makkelijk. Die was heel makkelijk. Nee, ja. Inderdaad. Nee, maar dat is goed voor ons, goed voor de jongens. En ze hebben wel wat respect afgedongen afgelopen thuiswedstrijd hier in Breda. Dus ik gun het ze wel. Echt fantastisch. Absoluut. Ja. Dit hangt er wel een beetje Grabbelton nieuws. Verband mee, Twente. Ja, want Twente dreigt om te vallen. Ik hoorde van de week die, weet je ook alweer? Die meneer van, die zo'n beetje op zoek praat. Van de KNVB, meneer van Oostveen. Oh, Oostveen, ja. Bertje. Oude en Bertje, roerig, ja. Bertje zei van, nou, ze moeten Houdini en weet je de andere? Oh ja, die Jan andere kogel. Nee. Hans Klok. Hans Klok, tweede Hans Klok. Die hebben ze nodig, allebei, om hier uit te komen. Mm, ja. Die hebben het overigens wel begaaid, zeg. Om even morgen mooi Breda's mee te hebben de boel echt besodemiet. Daarom zou ik het echt heel raar vinden als Fortuna Sittard om 1 ton om over de kop gaat. Ja. En Twente jarenlang bewust de boel besodemiet werd. En die zou het dan overleven. Maar je zegt het goed, hè. Bewust de boel voor het lapje gehouden. Ja, ik gun het eigenlijk wel. Je staat hier met je dikke grijs op je smoel je kampioenschap te vieren. Terwijl je gewoon bij elkaar gefraudeerd hebt. En ik was een partij chagrijn. Ik word er maar bang van die dag. Ik kan er niet tegen, hè. Dat dus KNVB die toen overnam. Gaan ze dat kampioenschap dan overigens ook afnemen? Of gaat dat niet gebeuren? Nou, dat durven ze dan weer niet, denk ik. Dat doen ze bij de Olympische Spelen toch ook dan? Als je doping gebruikt, pakken ze je medaille af. Ik denk dat Van Woosveen dan helemaal naar Antarctica kan emigreren. Nakpraat, Grabbelton nieuws. Hé, hey, er is die weer. Dat bericht hebben we nog nooit gehad. Een nieuw bericht, dames en heren, in Grabbelton nieuws. Echt nieuw. Vers van de pers, hè? Vers volledig. Ik lees hier net. Oh, wacht even. Dat is de telex die komt binnenvallen. Er is een nakdartstoernooi op zondag 19 maart. Dat minder niet. Vertel. Niet zo flauw doen. Bram, daar weet jij meer van. Ja, Bram, vertel eens. Nou ja, wij gaan samen met de supportersvereniging. Wij zijn de Brille Loco's. Dan samen met de sportvereniging organiseren we een darttoernooi voor de supporters. Dat gaat in koppels. Dus kies je lelijkste vriend uit en neem die mee. Ja. En schrijf je met z'n tweeën in. Kost €15, maar je hebt gegarandeerd leuk heel vandaag. Bram, moet je ook kunnen darten? Nee, helemaal niet. Dat bedoel ik. Kijk, mensen dames en heren, als u niet kunt darten, kunt u vooral meedoen. Toch meedoen. Ja, het enige verzoek is om de pijlen, als je ze al in de bocht te gooien.
of bij degene die je niet mag, die mogen ze bij in het achterdacht. Ja, en doen er professionals mee, weet je wel, van die mensen met dezelfde glimmende shirtjes aan met van die foeilelijke teksten op de pseudopost. Dat zijn twee jongens van de Brede Loper zelf, dat zijn Kwek en Stefan Vogels. Dat zijn onze professionals, die doen mee, die gaan voor de hoofdprijs, gaan ze niet redden. Maar die Vogels heeft ook een aangepaste baan. Die buik past er al niet. Nee, Stefan. Oh, Stefan. Mini-vogels. Ik dacht grote vogels. Nee. Mini-vogels. Ja. Oh ja, dan moet ik doe met de grote vogel. Ja, met de grote vogels. Moet er nog een trainingskamp, hoor, want we gaan het deze keer wel serieus nemen. Ja. Ik heb maandag nog een 180 gegooid, dus ik heb het. En laat hem vooral niet te veel praten, hè, die William Vogels. Kortom, schrijf je even in. Dat kan op een. Ja, er is een e-mailadres. Leon, die weet dat e-mailadres. Zo, die weet ik wel. Dat is echt een hele moeilijke, kan je echt gewoon niet onthouden. Dat is dart.bredalocos.nl. Ja, en dat is heel makkelijk, want dan kom je zo bij zo'n formulier uit, kan je gewoon inschrijven. Ja, nou, dat werkt fantastisch. En nog even, dat moet even. Ja, dat mag. Natuurlijk wel gelijk even aftikken, €15. Maar. Dat is geen geld. De volledige opbrengst stroomt terug in de sfeerpot. Kijk, zijn er ook overigens spelers die meedoen? NAC-spelers? Of kunnen die niet dachten? Of hoe werkt dat? Nou, ik geloof dat er wel nog aan ze getrokken wordt. Wie er precies achter is aan gaat geven, dat durf ik niet te zeggen. Deze pellen is niet goed, ouwe. Ik hoor... Mats Zeuntjes gaat... Deze pellen is niet goed doen. Mats, ga je meedoen? Deze pellen is niets, jongen. Zeker, ik kan heel goed dachten, jongen. Je weet toch zelf. Ja, Mats, deed jullie vroeger in de Haagsebeen ook wel eens dachten? Ja, maar dat deed ze toen met Stockholm oude vrouwtjes. Dus Mats, die rent nou weer de deur uit. Die houdt zijn mond wijselijk. Nee, we hebben nog... we moeten wel een beetje opschieten. We hebben nog één... God, man, die grabbelton. Nakpraat, grabbelton nieuws. Want iets over de Bos. FC Den Bosch, NAC, mogen wij daar met de auto naartoe? Ja. Hoe is het mogelijk? Ik verwacht dat nog niet doorgaat. Maar goed. 570 kaarten zijn van NAC voor de Uitkaart Plus. Alleen de auto kom je voor Uitkaart Plus, toch? De rest moet gewoon lekker met bier. Ja. Dat is goed. Het wordt wel heel erg leuk. Zo, €9. Ho. Dat is wel heel erg snel. Voor €6 meer kan je met twee personen dachten. Wij dachten nooit. Ja, en als jij drie keer zoveel betaalt, maar dan met de bus. Ja, dat komt wel. Zoiets. Nou, drie keer is een beetje veel, maar... Schitterend. Ik heb trouwens... Wil je dan een kaartje voor? Dan ga je naar naktickets.nl. Of je gaat naar de service- en informatiedesk. Wauw, kijk, desk. Wordt er een nooit te vergeten, hoor. Dat kan ik alvast verklappen. Klasse. Goed zo. Nee, ik...